Ik ben Gijs Stijn, voor wie dat wil weten. Van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Gijs Stijn, lost de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Gijs Stijn, professor Geinstein is de naam. Ik ben de baas van deze probleemwinkel. Ik help mensen met een probleem bij het vinden van de juiste oplossing. Geef nooit op, zelfs als je het niet meer ziet zitten. Denk eraan dat ook voor een probleem dat onoplosbaar lijkt, er altijd een goede oplossing is te vinden. Wees heel voorzichtig bij het experimenteren met vuur, hete voorwerpen of voorwerpen met scherpe kanten. En laat een volwassene toezicht houden. Het is belangrijk altijd een goed gevulde verbanddoos in de buurt te hebben. Klik op de reddingsboei als je niet weet waar je moet beginnen. Wil je uitleg over hoe ik, professor Geinstein, zo'n slimmerik werd? Klik dan op elke foto in het fotoalbum. Dat is mijn vader die valt voor mijn moeder. Mijn vader vertelde me dat het liefde op het eerste gezicht was. Hij zei ook dat hij daarna een hoop blauwe plekken had. Kijk mijn vader en moeder eens limonade drinken. Zien ze er niet lief uit op hun eerste afspraakje? Mijn ouders weten hoe ze moeten feesten. Kijk, mijn ouders zijn eens tijdens hun bruiloft. Ik was er nog niet, maar te oordelen aan hun vrolijke gezichten was het voor hen een fijne dag. En kijk mijn vader eens. Hij moet zijn schooltas ook overal mee naartoe nemen. Was ik een schattige baby of niet? Was ik een schattige baby of niet? Terwijl alle andere kinderen uit de buurt aan het spelen waren, bleef ik binnen en las en las en las nog meer. Ach, er gaat toch niets boven een goed boek. Hier ben ik aan het spelen met mijn molecuulmodellen. Ik kreeg op dat moment net mijn eerste schooltas.
Ik ben bang dat het niet veel beter wordt. Na het bestuderen van de wet van Bernoulli en na het lezen over Sir George Cayley kon ik nog geen papieren vliegtuigje maken. Haha, laat me niet lachen! Na het ontvangen van mijn eerste dokterstitel werd ik professor op de universiteit. Dit ben ik terwijl ik bezig ben een van mijn theorieën aan de studenten uit te leggen. Oh ja, de uitreiking van de diploma's. Ik was de beste van de klas en ik had als hoofdvakken wiskunde, natuurkunde, kunst en filosofie. Ik was een... Ik vond het heel fijn om les te geven aan de universiteit, maar ik wou meer en dus opende ik mijn eigen kantoor. Het was niet eenvoudig om te verhuizen en in het kantoor te trekken, maar het was zeker de moeite waard. Klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Ik ben jouw telefoon. Geinstein hier, ik ben echt een kei. Heb je een probleem? Vertel het maar aan mij. Een Dixie Master, een speaker blaster. Mijn hoofd uit donder, spint als een tol. Ik heb het te kwaad, want ik weet maar geen raad. Maak je niet druk, want je hebt geluk. Problemen zijn de norm en vandaag ben ik in vorm. Get with it. Hou van licht. Het begon allemaal om 6:30. Ik geef een feest waar je veel kunt beleven. Gewoon lekker dansen op de gekke muziek. Het wordt dus zicht. Magnifiek. Mix and Master, ik hoor het al. Je houdt van feesten. Overal. Kiezen van muziek, ik weet hoe het moet. Maar met de verlichting gaat het minder goed. Door een goede verlichting maak je de sfeer. En ik ben Geinstein. De verlichtingsmeneer. Mixie Master, wat is er aan de hand? Nou, het feest begint om 9:30. Het is nu al bijna 6:30. Zeg dan maar wat er aan mankeert. Ik help je wel. Ik heb ervoor geleerd. Ik ben een beetje in paniek aan het raken. Ik weet niet hoe ik wit licht moet maken. Maak je geen zorgen en laat je haar maar met rust. Waar ben je? Dat brandje heb ik zo geblust. De Lange Dansstraat 102. Het is op de hoek vlak bij de zee. Mixie, relax. Ik heb mijn dansschoenen al aangetrokken. Ik help je zo uit de brokken. Master, doe nou niet zo negatief. Op mijn leeftijd ben ik niet meer zo vies. Mijn witte licht is nog steeds kaduuk. Heb je een oplossing of weet je een truc? Voordat ik daar iets over zeggen kan, moet ik eerst even op onderzoek uit, man. Geinstein, geef me nu eens raad. Start mijn feest op tijd of start het te laat? Je moet het licht anders mengen. En doe je het goed, zal het de oplossing brengen. Verzamel informatie en probeer uit te zoeken hoe je het toneel met wit licht kunt belichten.
Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Hallo Droe, ik ben een stoel. Ga toch zitten, kom erbij. Maar wees niet dom en plak je kauwgom niet onder mij. Een projector voor rood licht. Als ik geen pieten had, zou je dit niet horen. En als ik geen woofer had, dan zou je dit niet horen. En als ik niet in de kamer stond, dan zou je dit zeker niet horen. Zet hem op, jongens! Ik ben een discobol en ik hou van licht. Maar ik heb een probleem als ik hoog hangen moet. Helaas zit ik vast in een plafond en niet aan de grond. En deze discobol valt ik graag op zijn kont. Een toneel dat moet baden in het witte licht. Een stuk wit karton. Beklim elke ladder. Maar pas goed op, groot of klein. Val maar niet, want dat doet pijn. Voor de rest wil ik alleen nog maar zeggen. Beklim elke ladder. Een flitslicht dat voor korte tijd wit licht produceert. Een zaklantaarn die wit licht kan projecteren. Een projector voor blauw licht. Een projector voor groen licht. Een vergrootglas waardoor een object groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Als ik geen pieten had, zou je dit niet horen. Ik ben de vloer waar mensen dansen. Wees niet bang en grijp je kansen. Ik vind het fijn als iemand stampt. Want het stampen dat doet me pijn. Oh ja, 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 ja. Als ik geen pieten had, zou je dit niet horen. Ik ben een kunstige muur. En besta uit gekleurde rechthoeken. Ik ben dus niet zomaar een muur. Heel erg mooi, maar vreselijk duur. Een vergrootglas waardoor een object groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Een spiegel die licht reflecteert om een spiegelbeeld weer te geven. Mixiemasters mixinghoek, mixiemasters mixinghoek, mixiemasters mixinghoek, mixiemasters mixinghoek, mixiemasters mixinghoek. Probeer jij nu eens 5 keer heel snel mixiemasters mixinghoek te zeggen? Ik ben een plafond. De bovenkant van een kamer aan de binnenkant. Mijn positie in het leven is. De bovenkant van een kamer aan de binnenkant. Ai, 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 tegenover de vloer. Plafond, ai, 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 tegenover de vloer. Plafond, ai, 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 tegenover de vloer. Plafond, ai, 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 tegenover de vloer. Het menu met de onderzoekshulpmiddelen bevat het woordenboek, het boek met de beroemde wetenschappers en de experimenten. Een aantal objecten die je op het scherm ziet, kun je vanaf nu verplaatsen. Indien je deze objecten naar de juiste plaats leidt, zorg je ervoor dat er wit licht op het toneel schijnt. Je leerde mij de juiste mix. Mijn verlichtingsprobleem is nu helemaal gefixt. Je hebt geleerd dat je wit licht kunt maken door het mengen van rood, blauw en groen licht. Hiervoor verdien je een diploma voor topontdekkers.
Professor Geinstein is de naam. Ik... Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Chagall! Hou op met graven in de tuin. Ik vind die bloemen het mooist als ze in de aarde staan. Bravo! Slaap, hondje, slaap. Daar buiten loopt men. Bla bla. Verzamel informatie en onderzoek hoe je Pablo kunt helpen een oogje op Chagall te houden, terwijl hij tegelijkertijd verder kan schilderen aan mijn portret. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Hoi, ik ben Pablo's vriendin. En als hij geen problemen met mij wil krijgen, zorgt hij goed voor mijn hond Chagall, anders zwaait er wat voor hem. Hoi, heb je ooit gehoord van Humpty? Humpty Dumpty? Hij viel van een muur en het was voor hem behoorlijk zuur. Ik ben een voetstap die op de muur werd geschilderd. Ik vind dat mensen niet op muren moeten gaan lopen. Zelfs als ze maar denken om een muur op te gaan, moeten ze een valhelm dragen. Maar misschien is het nog beter om met beide benen stevig op de grond te blijven staan. Dat is veiliger, is een stuk goedkoper. En je moeder wordt ook niet ongerust en dat soort dingen. Is hij beter voor dan jij en dat soort dingen. Oh jeetje, minetje. Ik weet dat ik geschilderd werd, zodat heel veel mensen naar me konden kijken. Maar ik ben eigenlijk een heel verlegen schilderij. Daarom verberg ik me achter deze tipknop. Wat ben je een mooi schilderij. Oh, griebel de wiebel. Het volgende bericht is een opdracht van de Nederlandse Paletclub. Hoi! Ik ben een schilderspalet en ik ben hier om te vertellen waarom ik het niet leuk vind om als schilderspalet te worden gebruikt. Stel je eens voor dat iemand elke dag meerdere kwakken verf op je smeert. Ik zal je vertellen, dat maakt je langzaam maar zeker kleurenblind. Ja, 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 ja. Wacht, onderbreek me niet, onderbreek me niet. Het gaat net lekker. En wat dacht je van al die kleuren die op je worden gemengd om kleuren te maken die er daarvoor niet waren? Ik zal je vertellen, ik raak goed in de war van al dat gemeng. Nog even, nog even, nog even. Het akeligste heb je nog niet gehoord. Ik zal je vertellen, het akeligste is wanneer de artiest zijn penseel neemt. Die penseel met die kleine piepkleine haartjes. Dat is verschrikkelijk. Als hij die penseel op je duwt. Ha ha ha. Dat kietelt. Dat kietelt zo. De heuvels leven door het geluid van. Blaffende honden. Met mij ging het bergopwaarts. Maar sinds die hond Chagall begon te blaffen en elke keer de mooiste bloemen opgroef, gaat het nu bergafwaarts met mij. Een projector voor rood licht. Ik ben een deel van het glazen dak. Ik heb geen invloed op het weer. Dus als het regen sneeuwt, hagelt of ijzelt, kan ik er niks aan doen. Maar laat alsjeblieft die mevrouw met die hoge stem niet bij mij in de buurt zingen. Een telescoop die je helpt om dingen in de verte te bekijken. Kijk naar een boek, plant het zaad in je hoofd, die je donkerheid in je hersenen doet verdwijnen zonder dat het pijn doet. Dan zul je ontdekken dat je niet achterblijft. Sla de pagina maar om. Hallo, ik ben de tuinman. Ik ben iemand van de CD Lucht en Water. Hoe dan ook, ik heb geen kans gehad om veel te praten. Je hoorde mij steeds maar klaar over mijn probleem. Maar nu wil ik praten over de aardappeloogst. Ik zeg je, ik was vorige week bezig aardappels uit de grond te halen en opeens had ik deze joekel in mijn handen. Het was erg moeilijk om eruit te krijgen. Oh nee, ik heb weer een probleem. Ik ben de pingende pongende pingpongspeler van de CD Lucht en Water. Ik kan de smakker de smak smak uit de pingende pongende pingpongbal slaan naar de slaan. Ik wou gewoon even hallo zeggen. Nou, doei!
Bedek me nu met kleuren. Schilder me bont en blauw. Bont en blauw. Ik ben een schildersdoek. Mijn droom is te worden gezien. Een spiegel die licht reflecteert en zodoende een beeld weergeeft. Klop, klop! Wie is daar? Een deur! Ik ken geen deur! Wat voor deur? Een van hout die van je houdt. Wow, dat is leuk, maar je kunt niet binnenkomen! Pas goed op, groot of klein, val maar niet, want dat doet pijn. Voor de rest wil ik alleen nog maar zeggen... Beklim elke ladder! Ik ben moderne kunst. Zie je, Pablo de portretschilder, schilderde geen normaal, tweedimensionaal portret, maar wel een ongebruikelijke, driedimensionale representatie. Wat een kunstenaar. Bedek me nu met kleuren. Het leven zit toch raar in elkaar. Zie je, ik ben een zuil en ik werd ontworpen om dingen overeind te houden. Wie had ooit kunnen denken dat ik ooit nog eens in een situatie zou terechtkomen waarin ik ondersteund werd door een muur? Ik en een muur! Nou ja, dan moet u nagaan. Is toch niet te geloven? Ik en een muur! Ah! Bedek me nu met kleuren. Een hamer die je kunt gebruiken om dingen ergens in te slaan. Een verrekijker die je helpt om dingen in de verte te zien. Wij helpen om van de wereld een kleurige boel te maken. Wij zijn emmers met verf. Alle kleuren verf. Alle kleuren verf. Alle kleuren verf. We maken de wereld kleuren. Oeh, alle kleuren verf. Een verrekijker die je helpt om dingen in de verte te zien. Meestal kun je met een verrekijker minder ver zien dan met een telescoop. De heuvels leven door het geluid van... Blaffende honden. Met mij ging het bergopwaarts. Maar sinds die hond Chagall begon te blaffen en elke keer de mooiste bloemen opgroef, gaat het nu bergafwaarts met mij. Ik ben Gein Stijn, dat bevalt me best. Het menu met de onderzoekshulpmiddelen bevat het woordenboek, het boek met de beroemde wetenschappers en de experimenten. Door enkele van deze objecten naar de juiste plek te verschuiven, zorg je ervoor dat Pablo kan blijven doorschilderen, terwijl hij tegelijkertijd een oogje op Chagall houdt. Ik zie je, Chagall, en ik kan blijven doorgaan met schilderen. Slaap, hondje, slaap, daar buiten ligt je bruin.
Door de spiegels op deze manier neer te zetten heb je een periscoop gemaakt. Hierdoor krijg je een goed overzicht van wat er buiten gebeurt vanuit Pablo's atelier zonder dat je een voet hoeft te verzetten. En om te bewijzen dat jij een slimmerik bent, krijg je een diploma voor topontdekkers. Professor Geinstein is de naam. Klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Professor Geinstein hier met een paar wijze woorden om de dag te beginnen. Luister goed naar de... wijze. Wijzen en je zult zelf ook... wijzer worden. Wijzer worden. Briljant! Wie ben jij? Ik ben hardhorende Helen. De hardhorendste van allemaal. Hallo hardhorende Helen. Wat mankeert er eigenlijk aan? Ik kwam in de zaal, maar alles was bezet. Er was alleen nog een plekje achterin de zaal. Achterin, achterin, helemaal achterin. En ik hoor bijna niets van de les. Dus, je staat te ver weg, hardhorende Helen, om de les te volgen. Kunt u me helpen? Stilte! Professor Geinstein? Ja, dat kan ik. Waar ben je nu? Achterin, achterin, helemaal achterin, in de zaal van de universiteit. Kan het iets zachter daar? Stil. Opzij, opzij! Kijk uit! Oh, oh, de kantine! Wortels eten is goed voor je ogen. Nou, wat scheelt eraan, Helen? Stilte! Geinstein, ik moet iets hebben om beter mee te kunnen horen, zodat ik de les kan verstaan. Je hebt gelijk. Laat me eens rondkijken. Kunt u me helpen? Jazeker! Wacht maar tot je mijn plan hoort! Stil! Verzamel informatie en onderzoek hoe je Helen kunt helpen de les te verstaan. Achterin, achterin, helemaal achterin. In de zaal van de universiteit. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Ik ben een plant. In een vaas. Niet zo'n plastic ding dat water sproeit. Niet van zijde, niet synthetisch. Ik hou niet van een plant die niet echt is. Je voelt je abnormaal in het kleine klaslokaal. Zoek nou eens een betere plaats dan hier. Geef je hersens ruim baan alsof je zwemt in de oceaan. En de muren zullen dan niet meer bestaan. Een plastic trechter. Een gieter. Plastic buizen. Of je nu schrijft, of leest, of tekent op papier. Je mag op me leunen, dat scheelt me geen zeer. Maar val niet op mij in slaap. Ik ben immers geen bed en nog geen bank. Een plastic bekertje. Of je nu schrijft, of leest, of tekent op papier. Je mag op me leunen, dat scheelt me geen zeer. Maar val niet op mij in slaap.
Ik ben immers geen bed en nog geen bank. Een telescoop die je kan helpen om dingen in de verte te zien. Een lampenkap in de vorm van een parabool. Ik ben grootgeerd en kan haast niet wachten om mijn tanden in die heerlijke driedubbele boterham met aardappelsalade te zetten die in mijn tas zit. Ik heb ook een zak chips en een grote tube aardappelpuree bij me. Ik ben gek op aardappels. Als toetje neem ik een paar aardappels uit de oven. Yummy! Hallo allemaal! Wie wil er naar schooltijd naar de film? Schilder. Ik vraag me af waarom iedereen mij Simon de Schreeuwer noemt. Hoi, ik ben Knappe Kees en ik weet hoe Helen achter in het lokaal ook de les kan verstaan. Maar mijn leerkrachten zeggen dat ik me met mijn eigen zaken moet bemoeien. Weet je, ik weet de oplossing voor bijna elk probleem. Ik heb vele jaren samen met professor Geinstein gestudeerd, weet je, omdat ik ook probleemoloog wou worden. Als je goed je best doet, word je net zo knap als wij. Ik weet het zeker. Hallo Droe, ik ben een stoel. Ga toch zitten, kom erbij. Maar wees niet dom en plak je kou. Kom niet onderbij. Hallo Droe, ik ben een stoel. Ga... Ik ben rock'n'roll, Ronnie, en ik hou van rock'n'roll. Mijn cijfers is goed, maar ik hou meer van rock'n'roll. Het enige dat ik nog leuker vind dan rock'n'roll is... vergeten. Oh ja, rock'n'roll! Oh jee, ik denk dat ik Lange Lena word genoemd omdat ik in feite de langste ben hier op school. Zak eens een beetje Lange Lena. Een paar mensen hebben een beetje een probleem met mijn lengte, zoals die jongen daarachterin. Nee, daar valt mijn oorbel alweer. Hoi, ik ben Moeie Mark. Ik heb 's morgens erg veel moeite met opstaan. De stoel waar ik op zit is zo ongemakkelijk. Huh? Hoe laat is het? Is dat uit het huis te gaan? Hoi, ik ben Stille Suzanne. Mijn leerkrachten kennen me nauwelijks, maar ze vinden me erg aardig. Omdat ik altijd rustig ben en nooit moeilijkheden geef. Stil? Wat bedoelt u met dat ik stil moet zijn? Ik ben Stille Suzanne. Ik ben de stilste leerling op deze school. Zeg maar nooit meer dat ik stil moet zijn. Ik ben vrolijke Frederik en er is niets dat mij droevig maakt. Ik ben zo blij. Blij om te leven en hier in de klas te zitten. Oh, ik geloof dat ik gelukkiger zou zijn als ik een echte persoon was in plaats van een getekend poppetje. Ach nou ja, het leven gaat verder. Hoi iedereen, ik ben muzikale Marianne en ik hou van zingen en gitaarspelen. Oh, ik had een koe die op een nacht en hij liep. Wacht even, ik wil opnieuw beginnen. Oké. Ik had een varken en dat was groot. Nou, ik heb ook nooit gezegd dat ik goed was. Je voelt je abnormaal in het kleine klaslokaal. Zoek nou eens een betere plaats dan hier. Geef je... Ik ben hardhorende Helen. Ik ben een olieverfschilderij. Ik ben weliswaar een beetje verlegen, maar ik ben en blijf een olieverfschilderij. Elke dag moet ik in dit leslokaal hangen zweten, vol met scholieren die denken dat ze iets van kunst af weten. Er zijn er maar een paar die mij weten te waarderen. De rest moet van kunst nog heel wat leren. Een paar scholieren zeggen dat mijn kleuren niet dekken. Weer anderen vinden mijn tekeningen draak. Maar dat is toch van de gekke. En de rest, die heeft geen smaak. Ik ben prachtig, ja, wis en waarachtig. Ook al heb ik hier en daar een schuurtje en hangt er aan mij een apart geurtje. Ik ben een olieverfschilderij en ik maak een hoop mensen blij. Door een paar van deze objecten naar de goede plaats te slepen, maak je het mogelijk dat Helen de les kan verstaan.
kan de les verstaan. Stil! Deze les gaat over hoe je een lange afstandsontvanger kunt bouwen. Het eerste dat je moet doen... Om een lange afstandsontvanger te maken? Wel, je hoort heel veel over lange afstanden. Is het niet grappig hoe zulke dingen werken? En wanneer je moe wordt van het luisteren, kun je altijd nog staren naar je diploma voor jobontdekkers. Professor Geinstein is de naam. Klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Dit kan wel eens de uitdaging van je leven zijn. Hier is het scenario. Je bent piloot van een vliegtuig. Nou, niet nerveus zijn, want zolang je veiligheidsgordel vastzit, kan je niets gebeuren. Oeps, oké. Nu je veiligheidsgordel vastzit, gaan we ervoor. Het opstijgen ging nu perfect. Je vliegtuig vliegt kalmpjes door de lucht. Het enige dat overblijft is de landing. Een luchtverkeersleider heeft je vliegtuig op radar gezien en maakt contact met je. Luchtverkeersleiding hier. Zeg, ben je klaar om te landen? Ik wil naar huis toe om wat te eten. Ik zit te watertanden. Je antwoord? Ja! Maar niemand hoort je, omdat je bent vergeten een microfoon mee te nemen. Ik daag je uit om een microfoon te maken, zodat je kunt communiceren met de luchtverkeersleider. Verzamel informatie in onderzoek hoe je een microfoon kunt maken om contact te maken met de luchtverkeersleider, zodat je met je vliegtuig veilig kunt landen. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met een rekenmachine wordt rekenen spelen. 2 plus 4 maal 6 maal 10, heb jij misschien die som gezien? Waar is mijn rekenmachine? Wil je een plekje op aarde vinden? Wil je weten waar de evenaar is? Wil je golf of basketbal spelen? Want een beetje geluk en de bal is stuk en dan is de aarde kapot! Hallo en welkom in de wiskundeles. Vandaag spreken wij over het cijfer 6. Op elke dobbelsteen vind je er wel één. Wist je trouwens dat je volgens de wiskundeleer slechts 1-3 gooit in elke 36 keer? Maar, voor wie het nog niet wist, ik heb me ook nog wel eens vergist. Dag! Met een besturingspaneel, gemaakt uit vele delen. Een klokjes, microfoon, wereldbol, je kunt er mooi mee spelen. Besta uit vele delen, maar ik heb echt geen hart. Toch zit ik vol met leven, al is het wat apart. Ja! Een microfoonstandaard met een microfoondraad, maar zonder een microfoon. Geinsteinbrood, Geinsteinbrood. Het smaakt zo goed dat je het eten moet. Met ketchup, mosterd of mayonaise. Maak maar een sandwich met ketchup, mosterd en mayonaise. En vergeet vooral het Geinsteinbrood niet. Met een besturingspaneel, gemaakt uit vele delen. Klokjes, microfoon, wereldbol, je kunt er mooi mee spelen. Besta uit vele delen, maar ik heb echt geen hart. Toch zit ik vol met leven, al is het wat apart. Ja! Hallo, wij zijn Piet en Bob. Stil, stil, wat wil je hebben, stil. Hey Bob, dit is een vliegtuig.
sorry Piet. Je bepaalt waarheen het vliegtuig gaat. Dat is beter, Bob. Dank je, Piet. Geef me nu mijn sporen maar terug. Neem je sporen terug of zijn helemaal jouw sporen? Geef me sporen, maar mijn sporen, sporen, ik sporen van je oor, ja. Zijn mijn sporen. Vliegen s'avonds om een uur of 10. Het is zo donker buiten, je kunt echt niet zien. Als je uit het raam kijkt tijdens de vlucht, zie je enkel de zwarte lucht. Spiegeltje, spiegeltje aan de muur. Kijk ik gewoon of kijk ik zuur? Misschien een beetje zuur. Je verkaft mijn beeld en dat doe je goed. Ik weet hoe je spiegelen moet. In de houding, mars! Succes, succes, succes bij dit probleempje. Want als het lukt, dan loop je op de grond. En als het dit nog lukt, dan vlieg je wat rond. Succes, succes met dit probleem. Als je de lucht in wilt, moet je worden opgetild in een vliegtuig met een piloot. Ga niet vliegen zonder piloot, in deze stoel hoort de piloot. Tenzij je afstandsbediening hebt, dus geen nood. Ik ben een rolletpitje. Ik wil een geheimje met je delen. Op veel lange afstand vliegen, wanneer de automatische piloot aanstaat, probeer eens om de beurt de golfbal in het pitje te slaan. Mooie slag, kapitein. Natuurlijk zit er altijd een piloot achter het besturingspaneel. Maar ik vind toch dat ze geen golf moeten spelen in een vliegtuig. Oh nee, slecht geslagen. Oh, 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 oh. Een megafoon die is te gebruiken om je stem luider te maken. Een zaklantaarn die een bundel wit licht kan projecteren. Door een paar van deze objecten naar de juiste plaats te slepen, krijg je de mogelijkheid contact te maken met de luchtverkeersleider. Schitterende oplossing! Je kunt nu contact opnemen met de luchtverkeersleiding omdat je zelf een microfoon hebt gemaakt. Je kunt nu veilig gaan landen. En alsof dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog een ongelooflijk, onvoorstelbaar, super deluxe diploma voor topontdekkers! Professor. Klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Kom dichterbij en win een plastic sneeuwbom. Het rad van avonturen dat u hier voor u ziet draait voortdurend rond. Wat doet het? Juist, goed geraden. Draaien, 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 draaien. Als ik er alleen nog naar kijk, word ik duizelig. Op dit draaiende rad van avontuur is een geheime boodschap verborgen die u niet kunt zien omdat het rad draait. Ik daag u uit deze draaiende boodschap te ontcijferen zonder het rad te stoppen. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Reuzenrad gaat rond en rond in de lucht en dan weer terug. Omhoog, omlaag, omhoog, weer omlaag. Leg me nou eens uit waarom oude mensen zitten zo lang in mij uit.
Ik denk dat ik misselijk word. Ik ben een kleurige ballon, hoog in de lucht. Ik reis om de wereld in een mooie vlucht. Ik zag Mount Everest van bovenaf. Ik zag Peking, het was heel maf. De passagier heeft een naald en ik ga eraan. Met een harde knal stopt nu deze vlucht. Ik verlies lucht. Als er gras groeit in de tuin, is overal groen te zien. Maar is het bruin aan de rand, dan is het vast en zeker zand. Een blije clown maakt mensen niet droevig. Een droevige clown maakt mensen niet blij. Wat zou jij kiezen? Een droevige clown? Hoe zou jij je voelen als je mij was? Wat is dit voor treurige muziek? Speel andere muziek en laten we blij zijn. Jongens en meisjes, neem toch een lekkere suikerspin. Ga de tent binnen en geniet van de voorstelling. Kom dichterbij, kom dat zien, kom dat zien. Zit op mij, als je moe bent. Zit op mij, met je broodje. Zit op mij, waarom staan, waarom lopen? Ik ben een bank, ik ben een bank, zit op mij. Een wiel dat kan draaien en rechthoekige gaten bevat. Gekleerde doosjes gevuld met prijsjes voor kleine jongens en kleine meisjes. Doe je best, dan win je één. Dus grijp je kans, doe het nu meteen. Ik ben een brandkast en ik zorg ervoor dat mijn inhoud goed beschermd wordt en veilig is. Als mensen me in de winkel zien, zeggen ze misschien: wat een leuke safe voor die prijs, dat is te geef. En ze besluiten me te kopen. Maar wie beschermt mij tegen brand? Een andere brandkast? Ik dacht van niet. En wat dacht je? Je kunt zelf vliegen in de lucht. Doe je ogen toe voor een mooie vlucht. Je kunt zelf vliegen in de lucht. En je zult zien. Je voelt je vrij in de lucht. Lekker vliegen door de lucht. Je kunt echt vliegen in de lucht. Dat is een timmerman die fantastisch timmeren kan. Oh nee, dat is niet goed. Ik begin nog een keer opnieuw. Er was eens een elf en die timmerde zelf. Ze zocht een plekje waar ze kon zitten, maar alle elfenbankjes in het bos waren bezet. En de meeste takken in het bos die waren pet. Dus maakte ze voor zichzelf een elfenbank van deze mooie, schone, geschuurde plank. Een alarmpistool kan een beetje geluid maken, maar kan geen kogels afvuren. Een projector die wit licht projecteert. Een hamer die je kunt gebruiken om dingen ergens in te slaan. Ah,
Hoi, ik ben een hele kleine babyballon. Zie je die twee mooie hete luchtballonnen daar, hoog in de lucht? Dat zijn mijn papa en mijn mama. Ik zou zo graag bij ze zijn, maar ze hebben me verteld dat ik dan eerst nog een beetje moet groeien. Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel ruimte voor al die hete lucht. Ik ben een houten toonbank waar mensen vaak hun dingen opzetten. Logisch, een toonbank is waar je dingen oplegt of opzet. En ik weet dat ze het niet met opzet doen, maar kunnen ze scherpe dingen niet ergens anders opzetten? Ze doen het niet opzettelijk, maar ze maken krassen op een mooie houten oppervlak. Ik weet dat uiterlijk voor de meeste mensen niet belangrijk is, maar ik ben een houten toonbank en als je daar scherpe dingen opzet, maak je krassen op me, onbewust of het opzet. Een draaiend wiel dat een geheime boodschap bevat. Door een paar van deze objecten naar de juiste plaats te slepen. Je wint de hoofdprijs en hebt het probleem opgelost. Je gelooft het misschien niet, maar de nummers die je ziet op het rad van avontuur is de combinatie van de brandkast. Ik weet dat je met goud en juwelen en heel veel geld leuke dingen kunt doen. Maar er zit iets in de brandkast dat je alleen maar krijgt door knap en vindingrijk te zijn. Een diploma voor schopontdekkers. Professor Geinstein. Klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Zoals je kunt zien is de show uitgesteld door problemen met de belichting. De show moet echter doorgaan. En raad eens. Juist, jij moet het belichtingsprobleem oplossen door wit licht op het toneel te laten schijnen. Klinkt eenvoudig, nietwaar? Misschien heb je het Mixie Master avontuur al opgelost. Dat zou mooi zijn, maar bij deze grote truc komt iets meer kijken. Ik zal het uitleggen. De baas staat achter de gesloten deur en de drie werkmensen kunnen haar aanwijzingen niet horen. Je ziet het. Het probleem is niet zo simpel als je misschien dacht. Je moet het voor de baas mogelijk maken dat zij werkmensen vertelt hoe ze het witte licht op het toneel moeten laten schijnen. Ik daag je uit om die objecten te verplaatsen die nodig zijn om de grote truc uit te voeren. Verzamel informatie en zoek uit hoe je het de baas mogelijk kunt maken aanwijzingen te geven aan de werkmensen, zodat zij weten hoe de lichten aan worden gezet en hoe ze wit licht moeten maken. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Dit is de baas. Ze heeft een zaklantaarn in haar hand die wit licht kan projecteren. Als je bij het oplossen op de baas klikt, kun je de richting van de lichtbundel van de zaklantaarn veranderen. Een geluiddichte deur met een glazen raam dat kan worden geopend door bij het oplossen erop te klikken. Een werkman die de lichtschakelaar kan bedienen. Een werkman die de lichtschakelaar kan... Een werkman die de licht... Een parabolische ontvanger die je helpt dingen op een afstand te horen. Een parabolische ontvanger die je helpt dingen op... Een rail die de lichtprojectoren kan houden. Een rail die de lichtprojectoren kan houden. Spiegels die licht reflecteren om een beeld weer te geven. Een bus die met aluminiumfolie is bedekt, dat licht kan reflecteren. Door sommige objecten naar de juiste plaats te slepen, maak je het mogelijk dat de baas haar aanwijzingen aan de werkmensen kan geven over hoe ze de lichten aan moeten doen.
Ik ben Gijs Stijn, voor wie dat wil weten. Van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Gijs Stijn lost de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Gijs Stijn lost de problemen met je op. Fantastische show! Dat was ik, professor Gijs Stijn, die daar stond te dansen en zingen. En om alles nog mooier te maken, krijg je een diploma voor topontdekkers! Professor Gijs Stijn is de naam. Ik ben de baas van deze probleemwinkel. Ik help mensen met een probleem bij het vinden van de juiste oplossing. Geef... Kies een woord uit de index waarvan je de definitie wilt lezen. Schreeuw luid in de microfoon die met je computer is verbonden en kijk wat er gebeurt met het mannetje. Als er niets gebeurt terwijl je in de microfoon schreeuwt, probeer dan harder te schreeuwen. Als dat niet helpt, kijk dan of je microfoon in de juiste aansluiting zit en of de instellingen voor je geluidskaart in orde zijn.
klik op een portret om iets over de wetenschapper te leren. Luister nou toch eens naar dat geluid. Ach, wat hield ik ervan om op de viool te spelen. Ik geloof dat verbeelding veel belangrijker is dan kennis. Het was mijn verbeelding die me hielp een van de grootste theoretische geleerden te worden die ooit hebben geleefd. Ook al zei ik het zelf. Mijn theorieën hebben de manier veranderd waarop veel geleerden fysische werkelijkheden bekijken en interpreteren. In 1921 won ik de Nobelprijs voor mijn uitleg van het foto-elektrisch effect. Over licht gesproken, ik geloof dat licht zich als golf kan gedragen of als een stroom van deeltjes, afhankelijk van hoe het wordt bekeken. Niet slecht voor een theorie, nietwaar? En dan zijn er mensen die zeggen dat ik zo verstrooid ben. Ik denk dat ik zat te eten. Nee, ik was bezig mijn hart te kammen. Nee, dat deed ik niet. Ach, ik moet dat dan... Op zijn plaats iedereen. Ik zei, kan er uw plaats in actie. Mon frère, moet hij altijd als een regisseur gedragen? Mon frère, in 1895 vond ik het eerste apparaat uit dat films kon afspelen. Ik noemde het de cinematograaf. Mon frère, ik ben heel trots op je, maar ik gaf alleen commentaar op hoe je af en toe zit te commanderen. Nou broertjes, hou eens op met kibbelen. Als ik niet de kinetoscoop had uitgevonden, dan was jullie cinematograaf. Ja, dat is het misschien wel nooit uitgevonden. En ik maakte het allemaal mogelijk door de filmprojector en camera die ik uitvond in 1891. Oui, dat is waar. Nu terug naar wat jij zei, Auguste, mon frère. Luister alsjeblieft naar mij en wees stil. Ik ben trots, heel erg trots op het feit dat we op 28 december 1895 de mensen van Parijs die eerste publieke vertoning van bewerkende beelden konden aanbieden. Oui. Oui, broertje. Het markeerde het begin van die bioscoop, maar je gedraagt je nog steeds als een klein baasje. Ik was een elektrotechnisch ingenieur en adviseur voor rechtszaken over patenten voor de Edison Electric Company. Eén van de beste! De productiemethode voor kooldraden die in gloeilampen worden gebruikt was een van mijn vele uitvindingen. Een ongelofelijke ontdekking! Ik was een van de 28 toegewijde mensen die bekend staan als de pioniers van Edison. Wat een fantastisch goed team! Bedankt jongens! Heel erg bedankt! Hallo, mijn naam is Alexander Graham Bell en ik heb de telefoon uitgevonden. Oké, ik heb het met behulp van mijn vriend Thomas Watson gedaan. Voordat de telefoon werd uitgevonden, riepen en schreeuwden mensen hoop. Hallo, hoe gaat het met je moeder? Oh, wel goed. Hoe gaat het met jouw familie? En om je de waarheid te zeggen, ik hou wel van een beetje rust en vrede. Oh, neem me niet kwalijk. Alsjeblieft. Hallo. Hi, ik ben Lewis Howard Latimer. Ik werk aan een rechtszaak over een patent voor de Edison Electric Company. Ik moet je vertellen, Alexander, dat hoewel je het basispatent voor de telefoon op 7 maart 1876 hebt gekregen, er vele andere mensen zijn die dit patent aanvechten omdat ze vinden dat zij de telefoon voor jou hebben uitgevonden. In 1893 verklaarde het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten dat mijn patenten op de telefoon geldig waren. Dus moet er geen twijfel meer over bestaan dat ik, tenminste wettelijk gezien, de eerste was die de trillingen van de menselijke stem omzette in elektrische signalen. Behalve de telefoon ben ik ook nog bekend door een paar andere uitvindingen. Maar ik geef er de voorkeur aan te worden herinnerd voor wat ik heb gedaan voor dove mensen. Neem me niet kwalijk, Alexander. Ik bel om je eraan te herinneren dat je nog steeds de rekening moet betalen voor geleverde diensten op juridisch gebied. Oh, ja. Bedankt voor het bellen. Nou ja, niemand heeft ooit gezegd dat er alleen maar goede kanten aan de uitvinding van de telefoon zitten. Genialiteit is 1% inspiratie en 99% transpiratie. En laat ik je iets zeggen. Ik heb heel wat afgezweet omdat ik een patent op meer dan 1000 uitvindingen heb. Je had eigenlijk voor geen een van die uitvindingen een patent moeten krijgen. Meneer Jozef Swan,
Ik neem aan dat u daarmee verwijst naar de eerste praktische gloeilamp die ik ontwikkelde in 1879. Beter bekend als het Peertje. U bedoelt de eerste praktische gloeilamp die ik in 1878 in Engeland ontwikkelde? Ik was elektrotechnisch ingenieur bij Edison's Electric Company en ik kan u verzekeren dat meneer Edison eerlijke man is. Meneer Swan, wat als we allebei de roem voor het uitvinden van de gloeilamp opeisen en ons eigen bedrijf openen? We noemen het bedrijf de United Electric Company. In 1882 vond ik de eerste elektriciteitscentrale ter wereld uit. Ik vond eveneens de fonograaf uit. U weet wel, een platenspeler waarmee geluid op platen kon worden vastgelegd. Uw fonograaf zou tegenwoordig nog steeds heel populair zijn als de CD niet was uitgevonden. Niets duurt eeuwig, meneer Latimer. Zelfs mijn andere uitvindingen als de filmprojector... U bedoelt de filmprojector en camera die ik in 1891 heb uitgevonden? Dat klopt, William Fries Green. Ik maakte in 1891 een nieuwe en verbeterde versie van uw projector en noemde hem de kinetoscoop. Tegenwoordig lijkt alles te zijn vervangen door modernere en betere machines, maar ik heb geholpen de basis te leggen. Hallo, ik ben Ernst Mach. Het is niet zo dat ik mensen niet vertrouw, maar ik zou nooit een verklaring accepteren zonder deze eerst zelf te bewijzen. Ik had veel invloed op hoe Albert Einstein zijn relativiteitsnatuurkunde formuleerde. Ja, dat klopt. Ik heb veel geleerd door jouw theorieën en filosofische gedachten te bestuderen. Ik ben het beste bekend door mijn Mach-nummer, dat een verband legt tussen snelheid in kilometers en de geluidssnelheid. Bijvoorbeeld, als een vliegtuig slechts de helft van de snelheid van het geluid vliegt, dan vliegt het door de lucht met een snelheid van Mach 0,5. Bij deze snelheid zeggen we dat een vliegtuig een subsonische vlucht uitvoert. Indien een vliegtuig drie keer zo snel vliegt als de snelheid van het geluid, noemen we de snelheid Mach 3. Bij Mach 3 vliegt een vliegtuig met een supersonische snelheid. Omstreeks 1860 begon ik te experimenteren met het doel een gloeilamp te maken. Laat me je vertellen dat het niet eenvoudig was. Een probleem hier, een probleem daar, een niet werkend vacuüm hier, een onbetrouwbare elektrische krachtbron daar. Maar ik bleef proberen en proberen. Zie je vrienden, voor topwetenschappers zijn mislukkingen net zo belangrijk als successen. Ik leerde van mijn mislukkingen. En in 1878 lukte het me de koolddraadbol zo goed te maken dat hij zowel praktisch als efficiënt was. Prima denkwerk, Sir Joseph. Ik deed mijn eerste gloeilamp aan op 21 oktober 1879. Een mooie prestatie, Thomas, maar ik kreeg mijn eerste gloeilamp aan het branden voor die van jou. Sir Joseph, laten we daar nu niet weer mee beginnen. Je hebt gelijk. Het spijt me. Herinner je je die domme meningsverschilletjes die we hadden over wie de eerste gloeilamp uitvond? Als de dag van gisteren, Sir Joseph. Dat waren gekke tijden. In werkelijkheid hebben we beide gewerkt aan het vrijmaken van de weg naar het maken van een praktische elektrische lamp. Samen hebben we geholpen de wereld te verlichten. Dat hebben we zeker gedaan, goede vriend. En naast mijn bijdrage aan de gloeilamp heb ik ook een grote bijdrage geleverd op het gebied van de fotografie. Ik was een van de topastronomen in zowel de Verenigde Staten als Europa. Het kostte me veel moeite om bovenaan te komen, maar ik vond het wel leuk om te doen. Zoals bijvoorbeeld op 1 oktober 1847 toen ik een nieuwe komeet observeerde. Het was ongelooflijk, je had het moeten zien. Voor deze waarneming kreeg ik van de koning van Denemarken een medaille. En alsof dat nog niet genoeg was, er werd eveneens een krater op de maan naar mij vernoemd. Precies, je hebt het geraden, hij heette Mitchell-krater. En alsof dat nog niet genoeg was, ik was de eerste vrouw die gekozen werd in de Amerikaanse Academie van Kunst en Wetenschap en de Amerikaanse Vereniging voor Bevordering van de Wetenschap. En alsof dat nog niet genoeg was, ik ontving 3 eredoctoraten en alsof dat nog niet genoeg was...
Ik bedacht de golventheorie voor licht. Ik geloof dat het licht bestond uit golven van hetzelfde type als geluid. Mijn theorie werd breed geaccepteerd en verving Sir Isaac Newton's theorie over licht. En het duurde wel tot het begin van de 20e eeuw voordat mijn theorie door die van Albert Einstein werd vervangen. Ik hield er eveneens van mijn eigen lenzen te slijpen. En in 1655 ontdekte ik, met behulp van de lenzen die ik heb ontwikkeld, dat er een maan om Saturnus draaide. Het jaar daarop ontdekte ik dat Saturnus wordt omringd door een platte ring. Oh hemeltje, wat was dat mooi! Hoi, ik ben Hans Lippershey. Traditioneel gezien ben ik de uitvinder van de telescoop. Wat bedoel je met traditioneel gezien, Hans? Wel, er bestaat veel oneenigheid over wie er nu eigenlijk echt de telescoop uitvond. Ja, sommige mensen denken dat ik hem heb uitgevonden, dat vind ik natuurlijk prima. Ja, ja, zie je Galileo, het is waar dat mensen al heel lang geleden bezig zijn geweest met het vergroten van objecten door gebruik te maken van lenzen. Maar mijn uitvinding was het eerste voorbeeld van een praktische refractortelescoop. Ik kreeg het idee toen een kind mijn brillenwinkel binnenkwam en twee lenzen voor elkaar zette. Ik ontdekte dat verder gelegen objecten dichterbij komen als je ze bekijkt door deze combinatie van lenzen. Dus het was een kind die de telescoop uitvond? Nee, hè? Niet jij ook, Galileo. Neem me niet kwalijk, het spijt me. Ik kon de verleiding niet weerstaan. In ieder geval, in 1608 perfectioneerde ik mijn kijkbuis en verkocht hem aan de Nederlandse regering voor 900 florijnen. Ja, het was in jouw telescoop die ik gebruikte als basis voor mijn eigen telescoop. En als jij er niet was geweest, had ik misschien nooit mijn observaties van de hemel kunnen maken en kunnen bewijzen dat de aarde rond de zon draait. Hans, heel erg bedankt. Wiskunde en wetenschap zijn geen afzonderlijke zaken en moeten tegelijkertijd geleerd en beoefend worden. Dit idee hielp mij vorm te geven aan wat tegenwoordig bekend staat als de wetenschappelijke methode. Dus er zit toch een idee achter jouw gedachte? Nee, ik ben er bang dat het geen bevlieging is. Er zit wel degelijk een idee achter mijn opvatting van de wetenschap. Ik ben een pionier van zowel de moderne natuurkunde als de sterrenkunde die met de telescoop bedrijf. Je kon jouw vooruitgang in de sterrenkunde voornamelijk maken doordat ik in 1608 de telescoop heb uitgevonden. U heeft me geholpen het licht te zien, meneer Lippershey. Daarna ben ik mijn eigen telescopen gaan bouwen. Ik was een van de eerste wetenschappers ooit die zijn telescoop direct op de hemel richtte. Begin 1600 geloofde ik dat de zon om de aarde bewoog en mijn telescoop hielp me te realiseren dat de dingen niet altijd zo zijn als ze misschien lijken. Ja, dat is zeker waar. Want het is de aarde die om de zon beweegt. In mijn tijd werd dat gezien als een revolutionair idee, maar nu is het een geaccepteerd feit. Tegen het einde van 1609 had ik zelf een telescoop gebouwd die objecten 20 keer vergrootte en die me hielp bergen op de maan te zien, terwijl voor die tijd werd aangenomen dat de maan geheel vlak was. Ik zag objecten rond Jupiter draaien, die voor die tijd nog nooit waren gezien, en verder dat andere planeten eveneens manen hebben die om hen heen draaien. Kies een video uit de lijst met experimenten. Klik op afspelen om het experiment te bekijken en klik op de knop met het opschrift uitleg als je de uitleg wilt horen. Voor dit experiment heb je een notitieblokje en een pen of potlood nodig. Teken een paar figuurtjes op verschillende bladzijden van het notitieblokje. Neem dan het blokje bij de rug vast en laat het snel door je vingers bladeren om je tekenfilm te bekijken. Wanneer je iemand in een film ziet lopen, loopt hij heel vloeiend. Een film is gemaakt van verschillende plaatjes die met een snelheid van ongeveer 24 beelden per seconde wordt geprojecteerd. Je hersenen kunnen niet het verschil tussen deze opeenvolging van verschillende beelden onderscheiden. Een vloeiende beweging is het gevolg. Dit fenomeen wordt het nalichteffect genoemd. Het maken van een tekenfilm werkt volgens hetzelfde principe.
Pas op, scherp voorwerp. Voor dit experiment heb je 2 papieren bekertjes, vliegertouw, een schaar, tandenstokers en een object met een scherpe punt nodig, zoals een scherp geslepen potlood. Knip een stuk vliegertouw met een lengte tussen de 1,20 meter en de 12 meter en neem het potlood en maak een gaatje aan de onderkant in het midden van elk bekertje dat net groot genoeg is om het touw er doorheen te steken. Rijg elk eind van het touw door de bodem van een bekertje. Knoop aan elk eind van het touw een tandenstoker zodat het touwtje niet meer terug kan door het gaatje. Nu kunnen jij en iemand anders elk een bekertje nemen en elk een andere richting oplopen, totdat het touwtje strak komt te staan. Dan kan één van jullie in een bekertje praten terwijl de ander luistert. Na een paar zinnetjes kun je de rollen omdraaien. Op deze manier kun je een gesprek voeren dat niemand anders kan horen. De trillingen van de stem van de persoon die in het bekertje praat zorgden ervoor dat het bekertje ging trillen. Deze trillingen reisden langs het touwtje naar het andere bekertje en zorgden ervoor dat dit ging meetrillen. De trillingen kwamen terecht in het oor van degene die luisterde, die de stem van de ander herkende. Dit experiment is alleen bedoeld om je iets te laten zien. Doe dit experiment dus beslist niet thuis. We hebben een luidspreker plat op de vloer gelegd met de luidspreker naar boven en een paar maiskorrels op de konus van de luidspreker gelegd. Vervolgens hebben we de muziek aangezet en... Kijk me die korrels eens rocken, rollen! De trillingen van de muziek zorgden ervoor dat de achterkant van de luidspreker in beweging werd gezet, waardoor de maiskorrels op hun beurt begonnen te bewegen. Voor dit experiment heb je een stukje touw en een lepel nodig. Knoop een stukje touw strak om het handvat van een lepel. Druk daarna de losse eindjes van het touw tegen je oren aan. Terwijl de lepel langzaam in de lucht heen en weer zwaait, moet je het eind van de lepel eens expres tegen een hard oppervlak laten aankomen en luisteren naar het geluid dat hierdoor wordt gemaakt. Op het moment dat je de lepel ergens tegen aansloeg, gingen er trillingen door de lepel en de touwtjes heen die tegen je oren aanzaten. In je oren zitten trommelvliezen die heel gevoelig zijn voor trillingen. Daarom hoorde je de trillingen duidelijker en ook voor een langere tijd. Voor dit experiment heb je een potlood, 2 kartonnen kaartjes en een beetje plakband nodig. Teken op het ene kaartje horizontale strepen en op het andere kaartje een vogeltje. Plak de 2 kaartjes nu op het potlood met de achterkanten tegen elkaar, zodat het potlood tussen de beide kaartjes in zit. Draai het potlood nu snel tussen je vingers heen en weer en merk op dat het vogeltje in een kooi lijkt te zitten. Je ogen houden een plaatje even vast nadat het al verdwenen is. Wanneer je het potlood snel heen en weer draait, zullen de plaatjes elkaar zo snel opvolgen dat je beide plaatjes op hetzelfde moment ziet. Voor dit experiment heb je een spiegel, een blad met water en een glad wit oppervlak nodig. Plaats het blad met water bij een raam waar direct zonlicht doorheen schijnt. Plaats de spiegel nu in het water, zodat het zonlicht door de spiegel weerkaatst wordt op een stuk wit karton of een witte muur. Op deze manier kun je zien dat het zonlicht zich verdeelt in 7 kleuren. We noemen deze kleuren het spectrum van het licht. Wit zonlicht is opgebouwd uit vele verschillende kleuren. Wanneer het zonlicht door het water heen gaat, wordt het licht afgebogen. Het afbuigen van licht als licht het water raakt, noemen we refractie of breking. Elke kleur buigt onder een verschillende hoek, waardoor de verspreiding van wit licht in een spectrum ontstaat. Deze breking of spreiding van wit licht vindt 2 keer plaats. De eerste keer wanneer het licht het water binnengaat en de tweede keer wanneer de spiegel het licht door het water heen op de muur weerkaatst. Pas op, scherp voorwerp. Voor dit experiment heb je een rietje en een schaar nodig. Maak 2 inkepingen aan het ene eind van een rietje om er een punt aan te maken. Druk het gesneden eind tussen je lippen en blaas in het rietje totdat je een zoemend geluid hoort. Het kan zijn dat je je ademhaling moet aanpassen om een zoemend geluid te krijgen. Zodra je het aan het zoemen hebt gekregen, probeer dan de lengte van het rietje te veranderen door het een stukje af te knippen. Merk op dat de toonhoogte verandert zodra het rietje korter wordt.
Wanneer een kolom lucht trilt, is de frequentie van de trillingen afhankelijk van de lengte van de kolom. Hoe langer de kolom is, hoe lager de toonhoogte van het resulterende geluid is. De kolom lucht in een tuba bijvoorbeeld is langer dan de kolom lucht in een trompet, zodat de toonhoogte van de tuba veel lager is. Toen hij door een rietje blies, vibreerde het eind in een zeer ingewikkeld patroon van trillingen. De kolom lucht in het rietje versterkte slechts een klein bereik van de trillingen afhankelijk van de lengte van de kolom lucht. Dus, naarmate de lengte van het rietje korter werd, door er een stukje af te knippen, werd de toonhoogte hoger en hoger. Voor dit experiment heb je een zaklantaarn en twee spiegels nodig. Allereerst moet iemand met de zaklantaarn op één van de spiegels schijnen. Degene die de spiegel vasthoudt, moet deze zo verplaatsen dat het licht weer kaatst in de andere spiegel. Let op hoe het licht van de ene spiegel naar de andere gaat en dan op andere voorwerpen wordt weer kaatst. Wanneer licht een spiegel onder een bepaalde hoek raakt, zal het onder dezelfde hoek worden weer kaatst. Op deze manier kunnen we een lichtbundel van de ene spiegel naar de andere laten gaan, zoals je in het experiment hebt kunnen zien. Een periscoop werkt op dezelfde manier. Licht gaat via een spiegel aan de bovenkant van de periscoop naar binnen, wordt weerkaatst op een andere spiegel en dan weerkaatst in je ogen. Voor dit experiment heb je een spiegel, een tv en de afstandsbediening nodig. Wijs met de afstandsbediening in tegengestelde richting van de tv. Laat iemand voor je een spiegeltje vasthouden, zodat dit naar de tv wijst. Mik met de afstandsbediening op het spiegeltje en zet de tv aan. Als het niet lukt om op deze manier de tv aan te zetten, vervang de afstandsbediening dan door een zaklantaarn en oefen net zo lang totdat het licht van de zaklantaarn op de tv valt. In dit experiment wijst de afstandsbediening niet naar de tv. Maar door een spiegel te gebruiken werd het mogelijk de infrarode stralen naar de tv te weerkaatsen op dezelfde manier als bij de zaklantaarn. Voor dit experiment heb je een potlood, een schaar, een kopje of schoteltje om cirkels te trekken, een stuk karton en rode, oranje, gele, groene, paarse, donkerblauwe en lichtblauwe kleurpotloden of verf nodig. Met een potlood trek je een cirkel rond een kopje of schoteltje dat je op het karton hebt gezet. Verdeel de cirkel in 7 gelijke punten en gebruik dan de kleurtjes om elke punt met een andere kleur in te kleuren. Knip de cirkel los uit het karton en druk dan een potloodpunt door het midden van de cirkel. Laat de cirkel draaien en kijk naar de kleur die ontstaat als de cirkel draait. Probeer nog eens een paar andere cirkels te maken, maar verdeel ze deze keer eens anders. Je kunt de cirkel bijvoorbeeld in 2 helften verdelen en maar 2 kleurtjes gebruiken. Draai deze cirkel eens op dezelfde manier rond en let op de kleur die deze keer wordt gemaakt. Om ervoor te zorgen dat je een bepaalde kleur kunt zien, moeten je ogen er een bepaalde tijd aan worden blootgesteld. De cirkel draait echter zo snel dat je ogen de verschillende kleuren niet kunnen onderscheiden. Hierdoor zullen de kleuren samensmelten, waardoor de cirkel een beetje vuil wit lijkt. Deze kleur wordt nooit spierwit, omdat de kleur van het karton en de kleurpotloden geen zuivere kleuren zijn. Voor dit experiment heb je een trechter en een plastic slang nodig. Duw de trechter in het eind van een plastic slang. Laat iemand anders de trechter tegen zijn of haar hart houden of tegen iets anders dat een zacht geluid maakt. Plaats nu het andere eind van de buis dicht bij je oor en luister goed. De kleine trillingen worden opgevangen door de trechter en daarna door de slang naar je oor vervoerd dat dicht bij je trommelvlies zit. Je trommelvliezen zijn heel gevoelig voor trillingen, dus je hoort het geluid dat door het hart van de ander wordt gemaakt of door het object dat dicht bij de trechter zit. Voor dit experiment heb je een potlood of een pen, een stuk karton, wat plakband, een klosje garen en een horloge nodig. Ga naar buiten en zoek een plaatsje op waar direct zonlicht op valt. Plak het stuk karton op de grond of op een tafel vast. Steek het potlood in het gat van het klosje. Zet het potlood en het klosje in het midden van het karton. Start het experiment om ongeveer 8:00 's morgens. Elk uur of zo kijk je waar de schaduw van het potlood valt en schrijf je de tijd erbij. Doe dit tot de avond. Verandert de lengte en de plaats van de schaduw gedurende de dag? Controleer je resultaten de volgende dag. Kun je je zonnewijzer nu gebruiken om te zeggen hoe laat het is?
Het potlood blokkeert het zonlicht en werpt een schaduw op het karton. Hoewel de aarde rond zijn as draait, waardoor het verschil tussen dag en nacht optreedt, lijkt het alsof de zon over de hemel schuift. Deze beweging zorgt ervoor dat de lengte en de plaats van de schaduw veranderen naarmate het later wordt. De aarde draait echter niet alleen om zijn as, maar draait ook om de zon, waardoor er veranderingen in de seizoenen optreden. Als gevolg van deze beweging zal onze zonnewijzer slechts gedurende ongeveer 2 of 3 weken de juiste tijd aangeven. Voor dit experiment heb je een vergrootglas, een stuk hout en de zon nodig. Zorg dat de stralen van de zon door het vergrootglas op een stuk hout vallen vanaf een afstand van ongeveer 30 centimeter. Na een paar ogenblikken zul je zien dat het hout begint te branden. Onder normale omstandigheden zijn de stralen van de zon niet sterk genoeg om hout in brand te steken. Door gebruik te maken van een vergrootglas concentreren we de zonnestralen op 1 klein plekje. De straling op dit plekje is dan wel sterk genoeg om het hout in brand te steken. Ik ben Grijnstein, voor wie dat wil weten van problemen, heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind het oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Grijnstein, los de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Grijnstein, los Ik ben Grijnstein, voor wie dat wil weten van problemen, heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind het oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Rock.